deze week niet één dorp, maar twee dorpen in ons dorp. Rumpt en Gellicum. Verbonden door een lus van de Linge. Dorpen van boeren en tuinders. En als je dat niet bent, dan zul je elders je werk moeten zoeken. Want grote bedrijven, die zijn er anno 1962 niet te vinden in het dorp. Rumpt en Gellicum waren plattelandsdorpen. Rumpt had in die tijd ongeveer 800 inwoners en Gellicum ongeveer 300. Die werkten in de buurt, in Geldermalsen of in Beest, of ze gingen naar de haven in Rotterdam. En de meeste waren ambachtslieden. Na de oorlog was het wel zo dat er steeds meer mensen niet naar de ambachtsschool gingen, maar de MULO volgden, zo heette dat toen. En later ook de HBS. Maar dan moest je daarvoor naar Tiel, of naar Den Bosch, of naar Utrecht. We kijken nu vanaf de Rumpse kant over de Linge, de rivier de Linge, naar Beest. En dit is het begin van de Rumpt, bij de zogenaamde Boutestein. Dus we zien de eerste twee huizen van Rumpt. En dit is mevrouw Van den Ham. Het was maandag, opnamedag, dus dan waren al die vrouwen bezig met de was en met de boel schoonmaken. En dit waren de oudste inwoners, een broer en een zus. En die heette Spronk. En die waren toen al bijna 90. Ja. Want ze zijn allebei binnen een half jaar na de opname van de film overleden. Dit was Mien Spronk. Was een aparte vrouw, die deed niks liever als werken. Was ze bruin als chocola aan, dat ze altijd buiten werkte. Dit was de Riedekker, de enige in Rumpt, en die is bij een boerderij het dak aan het dekken met hulp van de boerenzoon. Hier zien we de huizen van het Polderrijk van Rumpt. Gezicht op de Blauwe Huisbrug, die is in 1958 gebouwd. Het leuke was toen die brug gebouwd was, tussen Beest en Rumpt, toen was er een voorstel om gezamenlijk een feest te vieren, maar dat ging niet. Dus Rumpt vierde apart feest en Beest vierde apart feest. Bram van der Zalm in de tuin aan het werk. Hij was huisslachter. Hij kwam dus echt thuis bij een slachter, dat is zijn vrouw. Die was doof, die heeft een gehoorapparaat in. Nou, hier hebben we de meelboer, Corrie van Gameren, met zijn zoontje en de hit. Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Dit was de postbode, Hart Hekman, maar die was toen al gepensioneerd. En dit is mevrouw Van Eck, die had een postkantoortje van 2x3 ongeveer. En daarachter loopt de dochter, die heeft het later overgenomen. Links Café de Rosca, van oorsprong een oude boerderij. En daar komt de meelboer weer aan. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto. Dit is een later notarishuis. In de tijd van de film was hier de notaris gevestigd. Dit is de doodlopende weg naar de brug toe. En dit is de notaris, Jan Mulder met zijn vrouw Jannie
En de twee meisjes die in de huishouden werkten. Ria Sengers en nog één. En altijd weer dwaalt de camera naar de Linge, de slagader van beide dorpen. Dat u het even onthoudt, met 108 kilometer wel de langste rivier in Nederland. Nou, daar werd in gezwommen, daar werd in gevist. En 's winters als de ijslag werd er geschaatst. En de scheepvaart, hè, kwamen toen nog behoorlijk wat meer vrachtboten doorheen, richting Geldermalsen en terug. Meer vrachtboten dan luxe bootjes zoals tegenwoordig. En hier zit Bali rechts. Kijk. Dat is hij. Die rechtse. Die rechtse. Ja. Zat aan de Linge in een bootje. Jullie gingen daar vissen of wat spelen. En wat spelen en zwemmen, ja. En kattenkwaad uit de hallen. Ja. Oh mia bella mora, no no mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Dit is de vrouw van de slager met twee Sint-Bernardshonden. Otje, de Nadel heette ze. En dit is Koos, Koos de Jong, Koos de slager. En daar heeft hij zojuist een varken geslacht. Er werd meestal ook geslacht op maandag, hè? En hier is vrouw de Jong achter op het erf aan het pompen. Maar die pomp die werkt niet meer, was een lang waterleiding sinds 1936. Hier hebben we de tweede stoep met het herenhuis van Avezaath. Dit is Hendrik Verploeg en die maaide met de zeis gras in het telu van de dijk langs de Linge en ook Lies. En dat gebruikte hij om over de aardappels te leggen als die gekuild werden. En het was vrij lang, dat maaiden ze, dat lieten ze drogen en dat legden ze op de aardappels en daar ging grond overheen. Om ze te beschermen tegen de vorst, zodat ze niet bevroren. De openbare school in de Achterweg in Rund, met de onderwijzers wonen erbij. Onderwijzer kwam in die school, dan had hij vrij wonen of voor een lage huur. Want dan konden ze gemakkelijker op het platteland een onderwijzer krijgen. Anders was dat vaak een probleem. Hier had je de politie uit Deil. In Rund had je geen politie meer, maar die politie kwam natuurlijk mee kijken. Nou, hier zijn ze de zevensprong aan het doen. Kijk, en dan knieën ze telkens neer. Er zijn wat oudere meisjes bij die de leiding hadden. Nou, hier heb je de plattelandsvrouwen van toen en die gingen met z'n tweeën volksdansen. Hadden ze natuurlijk ingestudeerd en er werd erbij gezongen en geklapt en dat deden ze met tweeën. De plattelandsvrouwen staan het vaakste op de film, want daar ging het initiatief van uit. Dus die willen ook graag heel vaak gefilmd worden. Dit is de katholieke school in Van Gellicum, met de leerlingen die daar zaten. Ook hier bokspringen, kinderen van Voskuilen. Ja, kijk, en het meisje er weer in boos te kijken, want die heeft twee keer aangehaald en het lukt niet. We'll be right back.
kleine wiel, daar gingen we in zwemmen. Daar had je een gedeelte dat was ondiep en dan konden we zwemmen leren en dat was fijn om te zwemmen. Als je de wiel helemaal rond zwom, dan deed je er een half uur over. En dan zie je links die mevrouw van Honk die met de filmers het hele dag meeging om alles te laten filmen wat de moeite waard was. En dit is het oudste monument van de gemeente Deil, een herinneringskruis uit 1527. En het is daar opgericht omdat daar Otto van Scherpenzeel is gesneuveld in de strijd tegen de soldaten van de bisschop van Utrecht. Nu krijgen we een stukje Gellicum met Café de Remketting. Het volgende huis, mevrouw van Gelderen met een kleinkind. Vroeger hadden ze vaak van die halve deuren en dan konden ze het bovenste gedeelte open doen en dan hingen ze uit de deur. En hier had je de schoenmaker, die kwam van de wouwkant van Herwijnen en die kwam langs de deur, want in de ruimte Gellicum waren er geen schoenmakers. Hier zijn ze aan de Lingen weer aan het zwemmen. De jongens hadden zelf een duikplank gemaakt. Er was toen nog wel een zwembad in het buitenbad in Geldermalsen. In een beest het Betuwe strand. Maar ze gingen gewoon zelf in de Lingen zwemmen. Doen ze nou trouwens nog vaak? Doen ze ook, ja. We gaan stroomafwaarts naar Gellicum. Een dorp met destijds 300 inwoners. Nou ja, 300 plus 1. Oh, en hier heb je een brief gestegen. Die was net bevallen van een baby en die wilde niet gefilmd worden. Dus die hield haar hand ervoor en daarna trok ze de lakens over haar gezicht. Hier zit het dochtertje, Annie, met het pasgeboren babytje en nog een ander dochtertje. En dit is op de dijk richting de hervormde kerk. Rechts de Lingen, links de Lingendijk. Er is allemaal niet zoveel aan veranderd. De huisdieren liepen altijd buiten. Rechts had je het gebouw van de vroegere Boerenbond. En dit was Gerrit de Waal, die had zelf een pijlenboog gemaakt van Griendhout. Dit is Janus Pippel. Allemaal keuterboertjes. Dit zijn buitendijkse huizen. Dit is een rund in de Achterweg en in de Kemmekes. Hoogstaan Boomgaard. Echte arme mensen waren er niet veel. Iedereen had wel werk. Niemand zat zonder werk. Of ze werkten wat bij de boeren nog, maar meestal hadden ze wel als timmerman of metselaar of upperman of in de haven werk. Petrus, met de sleutel van de hemelpoort, er waren twee beelden in de kerk van hout. Petrus met de sleutel en de andere, Paulus met het zwaard. Hier had je het koor, links mijn vader Hendrik Vermoogd, dan de dirigent Johan Jansen en rechts Ries van Leeuwen. Door een voorlief kloven, door een old horseshoe. Want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you can come. Mijn vader nog een keer, Hendrik Vermoogd en Toon Vergameren. De orgeltrapper, Gerard van Leeuwen.
Want dat moest nog met de voet gebeuren. Ik heb het ook wel eens gedaan, maar ik was te licht. Ik woog minder dan 50 kilo en dan kon ik die balk niet omlaag krijgen. Dus ik was ongeschikt. En de dorpssmid was ook organist. En die hing zijn hoed altijd op dezelfde manier op. Vergadering van de plattelandsvrouwen in dorpshuis Albertine. Albertine van Kessen was een dochter van een notaris rond 1900. Zij was vrijgezel en zij had aandelen en flink wat geld. En toen vond ze dat de muziekvereniging die altijd ging repeteren in een café, ze vond dat die een dorpshuis moest hebben, een andere ruimte. Want als die muziekleden hadden gerepeteerd, dan werd er daarna flink gedronken. Dus toen heeft zij geld geschonken, zodat er in 1912 een dorpshuis kon worden gebouwd. Er werd alleen lichte alcoholisch geschonken. En dan was er in ieder geval een ruimte waar de verenigingen van Rund konden samenkomen voor muziek en voor vergaderingen en voor toneel. Dit is op het erf van de boerderij waar ik geboren ben. Mijn vader was invalide, liep met twee stokken. Mijn broer die helpt een paar jongetjes uit de buurt op de paarden. Daarachter staat een hooischuur. Mijn vader ging ook niet naar het rouwverkamelingsgebied en mijn broer ook niet, want die ging de veehandel in. Dus de boerderij was tenslotte een aflopende zaak op de duur. Dit was een moderne boer, Eikelenboom, die kwam van elders. En die had een soort voorbeeldboerderij in de polder. Die heette de Boutenstein. En die deed met alle moderne dingen mee. Dus die had al gauw melkemmers en een tractor. En dit was de brandweerkazerne, dat schuurtje. Dus er gaat eentje van de brandweer, die gaat op de sirene drukken. En dan rennen ze naar dat schuurtje toe. Daar komt een Volkswagenbusje uit, een tweedehands. En alle brandweerlieden uit het dorp, die horen dan de sirene. Mobieltjes bestonden nog niet. Nee, komen ze dus al. Ze komen op de fiets, ja, of rennend, of met een bromfiets komen ze aanlopen. En dan gaan ze in het busje. En dan moest je op die manier de brand gaan blussen. De waterpomp die stond op een karretje achter het busje. En dan reden ze dan mee naar de dijk. In de buurt van de Lingen. Dus vlak bij de Lingen, dan werden die slangen uitgerold. En die slangen werden in de Lingen gelegd. En dan moesten ze die pomp laten draaien. Die zetten ze aan, want er zat een motor in, hè? Ja, een dieselmotor. Ja, een dieselmotor. Dus die moest altijd gevuld zijn. En dan konden ze spuiten waar de brand was. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Dus dan gaan ze oefenen. Dit is burgemeester Kolff, die ook met de film te maken had. Dan is de jong met de sigaret aan, draait hij de kraan open. Het ging allemaal heel gemoedelijk. Vooral als er een brand was, dan werd er gevraagd aan de eigenaar waar het spul van in brand stond of dat hij goed verzekerd was. En was dat het geval, dan deden ze heel rustig aan met het blussen. Het is wel eens voorgekomen dat een boer zijn hooischuur in brand stond. En de brandweer kwam eraan om te blussen. En dan zei die boer tegen de brandweerlieden: jongens, zullen we eerst even rustig koffie drinken. En dit zijn de mensen van de plaatselijke commissie van de rouwverkaveling. Tielewaard West. En wij zaten bij Rund en Gellik in mijn blok 4. Alle boerderijen, praktisch alle boerderijen in het dorp. Die waren daarna geen boerderij meer, want die werden verkocht door de stichting Beheer Landbegronden aan mensen van buiten. En die boeren gingen naar het rouwverkavelingsgebied in het veld. Like 80% is wat ze noemen import.
tegenwoordig. Dus van de oorspronkelijke bewoners, ja, 20%, ongeveer 15 tot 20 gezinnen wonen er nog. En voor de rest zijn er geen oorspronkelijke bewoners meer. Maar zomers was prima. En het was veel gemoedelijker en het leven was lang niet zo gejaagd. Dus aan de ene kant, het was aantrekkelijk, het was leuk, gezellig. Maar er veranderde eigenlijk niet zoveel. Maar tegenwoordig hebben we veel meer, ja, zeg maar comfort. We zijn voorzien van alle gemakken. En dat had je vroeger niet. Kijk, ze hadden nog geen uniformen. De meesten hadden zich netjes aangekleed, vooral de mannen met een stropdas om. Dat deden ze normaal niet zo. En hier lopen die plattelandsvrouwen weer. Uit Gellicum en uit Rund. Die optocht was het hoogtepunt, want dat deden alle verenigingen mee. En dan kreeg je de meeste mensen in beeld natuurlijk. Hier het busje van de brandweer weer. Gratis de keizer. Die ging ook bij de brandweer. Hier gingen jongens die gingen op die kar zitten met die pomp. En dat mocht niet, werden eraf gestuurd.